uitgenodigd. Hè? Wij weten wel het een en ander over League. Maar de twee heren hier aan de linkerkant van de bank weten er nog iets meer over. Ja, stel jezelf even voor. Ik ben Helix Burn, Joran de Vries, toplaner voor Fearless 5. Ik lig er helaas al uit, maar ja, daarom zit je ook hier. Dat is inderdaad duidelijk. Wij zijn zesde geworden. Ik ben Dean, ook bekend als Abu Krasiti. Ik ben manager en coach van Emcon. Wij waren er ook helaas uit. Wanneer ook alweer? Poolfast toch? Daar praten we niet over. Nee, maar met alle gekheid op de stok, jullie zaten wel in de pool des doods. Dus met de twee finalisten. We zaten met de twee finalisten. Ja, het is jullie vergeven, wat dat betreft. Maar heren, wat vinden we van de game? Ik vond het verrassend dat Echo Zulu een mooie voorsprong kreeg. En helaas hebben ze dat niet kunnen houden. Okay. Ik vond het een mooie match. Voorsprong? Ik weet niet of het echt ooit een hele grote voorsprong is geweest, maar het ging gelijk op inderdaad. Ik weet nog wel dat First Blood ging niet naar Zulu. Dat is in ieder geval wel zo'n dingetje. Nee, dat First Blood werd gepakt door een gek samen met... Ja, gang mid. Dat is iets waar Maurits en ik het over hadden in het begin. Ja, en, door de Syndra. Ja, we dachten eerst van junglers gaan altijd naar toplane, maar toch die focus op midlane, juist omdat Syndra dan in er eentje de lane kan winnen. Dat is ook ongeveer wat er gebeurde. Eens, goede decision making. Ja, met hindsight wel natuurlijk, maar hadden jullie dat ook gedaan? Wat precies gedaan? Nou, dat de jungler naar midlane was gegaan in plaats van wat gemakkelijk is naar toplane. Ik denk dat het zeker heeft gewonnen. Ik denk dat hij zelfs solo nog wel de lane had gewonnen, maar dit snowballde de lane zeker wel in Knights richting. Ik denk dat hij het zelf ook wel had gewonnen hoor. Dit hielp natuurlijk wel heel erg. En hoe zit het dan met top en botlane? Want het was heel lang ging dat gewoon gelijk op. Even CS voor... Ja, door de snowball op early game op midlane, waardoor Victor behind of ahead kwam, heeft hij dus veel kunnen roamen naar de andere lanes en vooral ook botlane. En was hij eigenlijk altijd eerder... Of Syndra die ahead was. En was Syndra eigenlijk altijd eerder dan Victor, omdat Syndra waarschijnlijk dan uitpusht. Ja, lanes ingepusht. Lekker rotate en Syndra kan er niet op follow-uppen. Ik vond het wel prachtig te zien, Kitty is gewoon knotsgek. Die gozer gingen telkens gingen gewoon in. Hij is niet bang, hij weet gewoon, dit kan deze champion, hij heeft nu niks. Dus geen bluff, we gaan erin en we maken de call. Ja. En hij heeft ook een paar keer gewoon een gedood. Ja, zeker als je nagaat dat hij normaal niet in het team speelt. Laat toch wel de kwaliteit van Kitty als AD Carry zien, denk ik ook. Ja, ik was heel pleasantly surprised, om het maar zo te zeggen. Dat je en nieuw en rauw in zo'n team komt en dan toch die play surf te maken met een support die je niet gewend bent. Dus het is echt een beetje een solo queue experience in de finale van het toernooi. Dat zie je natuurlijk ook niet elke dag. Ja, Kitty was zeker de playmaker bij Echo Zulu. En je merkt ook echt dat Sector 1 gewoon voor de laning phase ging. Dus de hele sterke lanes, overal in elke lane eigenlijk. Alleen Kitty en wie is de support ook alweer? Miracle, Mutatie. Toch? Mutatie. Mutatie. Ja, die konden nog wel echt weerstand bieden en die konden nog echt plays maken. Top ging ook nog wel gelijk op, geloof ik. Ja, zeker. Ja. Er ging aardig even op, ja. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat Rumble, jullie hadden je speelt toplane. Je had erover dat, dat in die matchup die Edge wel naar de NAR ging. Maar wat we zagen is dat, of het was even, of het was een hele kleine Edge aan de kant van Rumble. Dus ik denk dat matchup-wise zou dat eigenlijk een lichte tot grote voorsprong voor de NAR moeten zijn. Ja, ja, zeker early game. Ik denk de eerste paar levels dat NAR zeker een voorsprong heeft. Dan, zeker als Rumble nog niet al zijn skills heeft. En vanaf 6 wordt het wat moeilijker bij de all-in. Maar ja, ik moet zeggen dat het zelfs early in de early levels had hij al een kleine lead Rumble. En had hij NAR al heel snel low. Dat toch wel spreekt voor Pipo dat hij hem dan al zoveel pressure heeft. Ja. En dan kan hij ook makkelijker weer naar mid roamen. Waar ze volgens mij ook weer Sack vechten met Graves. En dan snowballt het toch wel eens. Ja, inderdaad. Dat punt waar Graves en Zack een 1v1 hadden. Hades toen heel even twijfelde van gaan we hier toch in. Vervolgens het moment eigenlijk te lang pakt. Rumble komt erbij. En sowieso denken we, dat zeiden we toen ook al, dat Victor en Zack tegen Graves, Syndra niet iets is wat je... Twee kon ze niet echt winnen, nee. Sowieso en was die engage snapte ik ook niet. Dat je, kijk, natuurlijk het is je eigen jungle, dus je wil even een statement maken, maar dat backfired gewoon. Zeker als je Victor met 1-0 achter, met 0-1 achter staat. Je zag hem al een moment hesitaten, toen Graves hem opzet ging, zag je, we gaan hem pakken en toen, bam, kwamen ze alle drie tegelijk. Ja, en dat is denk ik wel iets interessants om te kijken naar voor de volgende game. Wat zie je nu, of wat zien jullie nu als de main reden waarom zo'n Sector 1 niet toch die game pakt? Wat, zoals we al zagen, kijk in gold en ook een beetje in map pressure, was het redelijk gelijk. Het was
wel, het was geen clean game, in ieder geval van de kant van Zulu. En je ziet dat wel engage die dan weer net niet lekker afloopt of een kill die je pakt, maar die je dan niet om kan zetten in een objective. In welke mate denk je dat Echo Zulu daar de volgende game beter op in kan spelen? Ze had ook een redelijk late game draft nu. Zek is geen hele sterke duelist. Daarnaast had je Victor, dat is ook niet een hele meteen sterke pick. Tristan, hij heeft een early game power spike, maar mid game is het ook niet heel veel soeps. Maar die wel goed gebruik raakt. Van maakte, dat moet ik eerder toegeven. Ja, nou ja, en dat, ik bedoel, Kitty was ook redelijk vet, dus dat helpt wel. Maar het is, qua draft is het geen, ga je wel voor de late game. Denken jullie dat dat een goede beslissing was, Echo Zulu? Of? Ik denk dat de volgende game echt meer early mid game moeten focussen. Want ik geloof niet dat ze meer ervaring hebben dan Sector 1. In de rotations die rond mid late game komen. Ik denk dat Sector 1 die veel cleaner gaat uitspelen en ze daarop gaat pakken, überhaupt. Dus geen skirmishes, gewoon echt lane proberen te winnen en niet op de rotations focussen. Precies. Zoals sterke laners. Ja, ik denk dat ze tot nu toe, wat hadden ze ook alweer? Ze hebben GP en Jace geband. Ja, ik zou sowieso, ondanks dat hij dan een Syndra one trick is, zou ik toch Syndra bannen. Omdat Sector 1 hem toch zal pick of bannen. Dus ja, of ze bannen hem zelf en als ze hem niet zelf bannen, dan als Sector 1 hem niet bent, dan zal Echo Zulu sowieso het Syndra moeten bannen, denk ik. Ja, en de top focus lijkt niet echt te werken als je dus twee top lane champions bent en het toch nog nou gelijk opgaat of Creepo is aan het winnen. Ja, maar ja, inderdaad, het was niet per se wat ik verwacht had. En, ik dacht gewoon dat top lane van Sector 1 gewoon ging winnen, maar dat is gewoon niet het geval. Het was echt dat die midlane en die jungler die het verschil maakte. En het mooie was dat je ziet dus dat Kitty die maakte alle plays bottom lane. En die trok ook zoveel aandacht naar botlane waar ook een aantal gangs en countergangs kwamen. Dat ging echt over en weer. En toen had ik nog hoop. Ik weet niet of jullie toen nog hoop hadden, maar ik zat hier en ik dacht van oké, als dit zo doorgaat. Game, zo'n hele mooie second gate. Toen was het iets van Sector 1 stond 5-2 voor en toen was het gelijk een 5-5 geworden. Ja, het was ook ineens was Victor eerder botlane dan Syndra. Heel raar, maar die kwam ineens out of nowhere. Ja, ik vond mutatie ook, afgezien van de late game, maar ik denk dat Echo Zulu gewoon inderdaad, zoals je al zei, niet op kan tegen een team met zoveel ervaring, zoveel goede consistente shotcalling en rotations. Dat mutatie met zijn Tahm Kench best wel wat plays opzetten. En dat hij dat. Ja, later hebben het natuurlijk moeilijk omdat teams meer als groep gaan roamen. Denken jullie dat die Kench die weer gaat pakken? Omdat voor wat ze zouden willen doen, namelijk het snowballen van de game in het begin. Is dat wel redelijk constant als je hem speelt op de manier hoe ze nu hebben gedaan. En daarnaast kun je Kitty protecten. En wat we net hebben gezien, is dat ook wel redelijk. Ik denk dat het nodig is, want die gast die stond ook wel eens out of position. Dat is waar. Ja, ik denk dat hij echt probeert plays te maken. Hij heeft ook wel het gevoel. Ja, ik denk dat hij het gevoel heeft dat zijn andere lanes al even of gaan verliezen. Dus hij heeft echt het gevoel dat hij plays moet maken. Nou, in het begin in de lane ging dat goed. Ging Jhin ook nog 0-2. En nou ja, in de midgame ging dat toch wat slechter. Maar ik vind het wel heel goed dat hij in ieder geval probeert. En ik denk dat het hele team dat ook wel goed doet. Ze proberen echt proactief te spelen en plays te maken. En in het begin ging dat wel goed. En later in de midgame, is de macro play van Sector 1 toch wat beter. Maar ik denk dat ze, als ze proberen gewoon veel catches te maken en heel agressief te spelen met early game picks, dan maken ze wel een kans. Maar wat voor junglers moet ik dan aan denken die daarin heel goed werken? Gaan we dan naar een Elise? Of blijf je toch bij een Zerg die net zo goed wel een long range engage heeft? Nee, je moet zeker, dus stel, je moet zeker even sterk zijn early game als de pick die Broeder zal picken. En Graves, dus of iets dergelijks. Maar Graves, Nidalee. Ik ga ervan uit dat Nidalee altijd geband zal zijn tegen Broeder. Tenminste, we hebben gezien wat hij doet als hij wel Nidalee krijgt. Dus ik kan me voorstellen dat eigenlijk Graves, bands naar Graves zie niet heel of je, veel of meer. Je prioritize hem iets meer, maar ja, dan kom je weer andere problemen kom je dan weer tegen. Ja, Graves, Nidalee, Elise. Ja, Nidalee is sowieso echt de top tier, maar ik vond Graves en Elise en ook zeker Sliffers Jhin ook wel erg gevaarlijk hoor. Ja. Vraag me af ja, of ze daar ben op. Ja, maar je weet dat je een probleem hebt als je denkt van shit, ik heb eigenlijk 6, 7, 8 bands nodig. Inderdaad. Ja, want zoals je zei stond 0-2 in de early game. En als ik het me goed heb gezien, stond hij 11-3 aan het einde van de game. Ja, die was gewoon legendary. Midgame, als je team een beetje gewoon zijn ding kan doen, kan Jhin gewoon altijd een engage poppen of een cut maken met zijn W. En dat zag je ook toen de enige, volgens mij een van de enige rotations die echt heel goed ging voor Zulu was toen Tristana naar top ging. Ja. En dat Tahm Kench er ook was. En ineens hadden ze een overtal. Ineens konden ze kills maken. Het was alleen jammer dat die turret dive niet helemaal goed ging. Maar als Knight gewoon niet 1 HP over had, dan was het heel anders afgelopen. Maar in de tussentijd was het Jhin die bottomlane een turret pakte en 3 waves. En dat als je 0-2 staat als Jhin, is dat natuurlijk heaven. Dat je zoveel ruimte krijgt om terug te komen. En Dus eigenlijk een
Ik weet niet of jullie eerder ons gesprek met Bip hebben gezien, maar die zei eigenlijk wat wij nu ook zeggen. Van, ja, weet je wat het probleem is? De champion pool van Echo Zulu is in vergelijking met de champion pool van Sector 1 gewoon ja, niet diep genoeg. En wat je dan krijgt als Echo of als Sector 1 is dat je, wat ze ook bannen, je kan altijd een dominante lane pikken of precies gaan voor het gameplan wat jij wil. En ik denk dat dat ook is wat we hier zien, is dat ja, die Syndra wordt weggepikt, die Victor, het doet niet zo, weet je wel, het loopt niet lekker. En ik vraag me af hoe daar gedeeld mee gaat worden voor de komende game, want eigenlijk gaf Dino zelf gaf dat toe, van ja, dat is inderdaad zo, we hebben gewoon echt redelijk lage champions. Dat is ook, het is geen verwijt, want ik kan me voor, kijk, Sector 1 heeft een grote organisatie achter zich, heeft meer speeltijd, heeft meer practice gehad. Dus het is ook logisch, maar het is natuurlijk wel in zo'n finale heel vervelend dat je constant eigenlijk tegen hetzelfde probleem aanloopt. Ja, op korte termijn kan je daar natuurlijk niks meer aan doen. En als je wil verbeteren als team, kan je wel het beste gewoon één comp, heel goed worden met één comp. En dan kan je bij de meeste teams kom je daar wel bij weg. Maar bij tegen Sector 1 kan je natuurlijk niet goed zijn met één comp, want dan, ja, dan straffen ze dat wel af door middel van bans of picks. Je... Zij weten wel wat ze er tegen moeten doen. Ja. Dus ja. Dan gaat het helaas fout. Maar ik denk tegen andere teams werkt het wel heel goed. Alleen nu moeten ze nog dat stapje verder maken. En toch echt meerdere comps en meerdere champions spelen. Ja, want ik denk dat het Paria is daar een heel goed voorbeeld van. Die zijn uiteindelijk derde geworden. Zo uit mijn hoofd. Ja, dat was eigenlijk een van de enige teams die echt een heel consistent een andere spel speelde. Ja. Jullie hebben ook tegen gespeeld. Dus je kan ook... kun jij er misschien wat over vertellen? Wat die stijl anders maakt dan ze speelden een global comp met onder andere Shen, Ashe, TF. En als er dan eentje geband was, hadden ze altijd nog wel één andere pick die ze dan ook nog konden spelen. En dan Pantheon? Maakten ze... Sorry? Pantheon? Nee, dat niet. Wow. Dat zou ik nog mooi vinden. Dat zou ik wel respecteren. Als je nou gewoon Pantheon, Jarvan, botlane gaat of zo. Dat zou echt koning zijn. Cheese botlane. Ja. Ja, nou, we hebben gehoord van Sector 1 dat ze nog wat verborgen picks hebben. Dus ik hoop, ze staan nu 2-0 voor. In een best of 5. Ik hoop eigenlijk dat we de komende game wat moois gaan zien. Ja, ik ben echt benieuwd. Nee, ik hoop echt niet dat we iets moois gaan zien. Dat slaat nergens op. Wauw, oké. Thanks. Nevermind. Echo Zulu heeft helemaal niks te verliezen. Dus ik denk dat ze deze game ook misschien wel wat kunnen proberen. Nu hebben ze gewoon safe gespeeld. Ja, maar nu kunnen ze gewoon proberen. Want ze weten dat gewoon safe spelen niet werkt. Dus ze kunnen gewoon iets anders proberen en kijken. Ja, gewoon echt extreem agressieve comp proberen. Inderdaad. Stel alle opties zijn open. Ja. Wat zou je doen? Zeg maar zonder de beperkingen van Zulu in acht te nemen? Ja, nou moet ik zeggen, ik weet natuurlijk niet specifiek per speler wat ze allemaal spelen. Maar ja, gewoon waar zij comfortabel mee zijn in lane vooral. En waar zij sterk mee zijn in lane. En wat een beetje vooral powers tegelijkertijd een power spike heeft, met name in de midgame. En van daaruit gewoon snowballen, veel picks maken. Ik zou graag Elise zien, omdat ik dat zelf wel echt een goede diver vind. En die kan heel, heel makkelijk picks maken met de cocoon. Maar ja, ik moet zeggen, ik weet niet zeker of ze dat spelen. Dus. Okay, hebben we nog een aanvulling? Nee, momenteel niet. Helemaal niks. Ah, duidelijk. Ik ga even kijken of... dat is mooi. Onze technische dienst heeft nog helemaal die zit nog helemaal niet te luisteren. Dus wat dat betreft hebben we nog even tijd. Ik moet zeggen dat wat ik ook nog heb opgeschreven... Wat ik hoor, heb ik het idee dat er zo wel wat gaat gebeuren. Ah, ik ben benieuwd. Ik denk dat we het vanzelf gaan horen van onze technische boy. Wat zijn gaan we doen? Weer aan het kijken. Oh, we weten nog niks. We weten nog niks. Ja, weet je, dat is een beetje de story... Ik hoor hier Echo Zulu en Sector 1 aangekondigd. Ik denk... Dat ze nu het podium oplopen. Kijk. Ah, oké. Okay. Ze lopen nu het podium op en ik denk dat we zo dadelijk verder gaan. Misschien nog een laatste gedachte over bijvoorbeeld warding. Als je net hebt over... hebben jullie daarop gelet misschien? Ging warding lekker? Want dat is natuurlijk... Dat zorgt ervoor dat zij minder goed kunnen rotaten en jij beter kan rotaten. Voor mij had nog steeds Sector 1 de advantage in warding. Ook in warding. En clear. Ja. Ja, dat heeft ook zeker te maken met pressure. Als je de hele tijd onder je tower staat, kan je natuurlijk ook die dingetjes weg om te warden. Lekker je eigen tribrush in top lane neerzetten. Inderdaad. En dan is het zo gevaarlijk om te facechecken en dan gaan ze sneller roamen. Ja, dat snowballt er weer heel erg snel. Ja, maar dat is zeker tegen een team zo goed als Sector 1, want ik weet hoe ze dat precies aan moeten pakken. Ja. Ik ben erg benieuwd wat voor teamcomp ze gaan doen. Ja, ik denk dat we nog ongeveer 20 boos moeten wachten. En ik denk dat we daarna in ieder geval doorgaan naar de volgende casters. Ik weet niet precies wanneer dat gaat gebeuren, maar... We gaan het horen. Oké, ik kreeg net door dat we nog 2 tot 3 minuten hebben.
Ja, Maurits. Gooi er eens in. Nee, wat ik wat eigenlijk Jan Willem net al vroeg, maar wat ik graag... Welk, want jij bent dus als coach van Emcon, ben je hier. Jij wordt coach van een aankomend DCL-team. In de positie die, waar Ekko Zulu nu in zit, wat zou je draften? En dan niet denken aan de champions die ze spelen. Als je een perfecte komt, nu ze niet eens mogen zeggen... ervan uitgaande dat Picks en Bands je 100% mee zit. Dat Spectre One of Sector One zoiets heeft van... Hey, weet je wel, we Bennett, Timo, Urgot en... Ik zou dan sowieso een Jhin willen zien. Een Jhin is zo, ik vind zo'n sterke ADC. Hij heeft zoveel dingen die gewoon... de meeste ADC's niet hebben qua catch, engage en safe positionering. Qua en damage. Dat ik dat wel echt een top prioriteit vind. Het is ook de dan champion die Duskblade relevant maakt. Precies. En dan een Teemo in dat gewoon lekker is. TP is ook goed met Duskblade. Ja, ook geweldig met global pressure. Ja. Maar gewoon een team wat gewoon lekker snowballt early game. En dus op elkaar kan reageren. Ja, en Graves in de jungle. Supersterk. Die trant. Ja, Braum erbij. Ja, ja, nou, ik denk dat moet ik zeggen dat Braum ook... we hebben het niet heel veel over gehad, maar dat is dit toernooi ook wel een hele hoge prioriteit pick geweest. Zeker binnen de supports. Veel Braum, veel top catch. Ik heb geen Braum-Lucian gezien volgens mij. Nee, want dat ieder team zorgt ervoor dat je niet geen Braum-Lucian speelt. Ik weet wel dat Mutatie en Janna en Braum toetrick eigenlijk is. Dat hij daaromheen een paar extra champions was. Daarom was ik ook verrast dat ik hem zag op Tahm Kench. Want daar heb ik hem nog niet gezien. Ja, we hebben Mutatie tegen Emcon inderdaad die Janna al zien spelen. Die wordt vaak ook geband. Ik heb begrepen dat we naar onze casters toe gaan. Ja, ik denk dat alles wat we nu nog zeggen is gewoon nog iets wat we ook de volgende ronde kunnen zeggen. Ja, absoluut. Dus wat dat betreft, heren, in ieder geval dank voor het inzicht tot nu toe. Jullie zijn